laatste werkgang bij de heraanleg van onze gazon is eigenlijk de roterag. Waar dat een frees zo werkt, werkt een roterag horizontaal. Dus ze zal eigenlijk de grond fijn nivelleren en afwerken. Bovendien zit er achteraan een aandrukrol die de grond wat vaster gaat leggen. Het moet de bedoeling zijn na twee of drie werkgangen eigenlijk de grond danig vastgerold te hebben dat je er amper nog een voetstap in ziet. Dus hierbij nog eens de uitleg voor de bediening van de roterag. Het gaat over het model BCS 740 met de hydraulische koppeling. Dus waar dat we een apart filmpje voor gaan maken. De bedieningselementen zijn als volgt. Dus om te kunnen rijden dienen we natuurlijk de parkeerrem te ontkoppelen. Dus nu staat hij geparkeerd. Nu staat hij geparkeerd. En zo ontkoppelen we de parkeerrem. Dan moeten we het motorcontact aanzetten. Dit is een dodemanshendel en onderaan een koppeling. Dus straks om te starten met rijden moeten we de koppeling aantrekken en de dodemanshendel indrukken. Van zodra er iets fout gaat, lossen we dit en dan stopt de machine met rijden. We hebben ook nog een keuze van de rijsnelheden. Dat is mechanisch, dus een klassieke versnellingspook. We hebben een koppeling van het werktuig. Dus op het moment dat we de roterag willen laten draaien, dienen we die hier in te koppelen. Vervolgens hebben we een differentieelblokkering. Die gaan we in dit geval met dit werktuig nooit nodig hebben. Dus daar blijven we af. En de rode hendel die dient om de rijrichting aan te geven. Dus vooruit, zoals die nu staat, of achteruit op die manier. Verder hebben we nog een hendeltje om het stuur eventueel te verplaatsen om naast het spoor te lopen. En hebben we nog twee remhendels op de zijkant om elk wiel afzonderlijk eventueel af te remmen. En dat is om kortere draaibewegingen te kunnen maken. Dus voor de bediening van het werktuig, in dit geval de roterag, zijn er twee afstellingen eigenlijk die te doen zijn. Dus enerzijds heb je deze vijzel waarmee dat je de druk van de rol en dus de hoogte of de werkdiepte van de roterag instelt. En anderzijds heb je die twee schroeven waarmee dat je het nivelleerblad kunt hoger of lager zetten. Dus het is de bedoeling dat we een drietal werkgangen gaan doen. Aanvankelijk stellen we de roterag maximaal diep in, met dus de rol omhoog en ook het nivelleerblad omhoog. En dan gaan we een eerste werkgang doen om de grond een beetje vast te leggen. En vervolgens gaan we nog een twee of drietal werkgangen doen. En we gaan telkens de positie van de roterag verhogen en de positie van het nivelleerblad verlagen. Dus het nivelleerblad zal steeds minder grond meenemen en zal leiden tot een steeds fijnere graad van afwerking en nivellering. En op die manier kan je dat perfect vlak afwerken. Dus om de machine op te starten gaan we natuurlijk eerst bij de bedieningshendels de starthendel in de aanpositie zetten. Vervolgens gaan we de benzinekraan openzetten, bij een koude start de choke dicht en dan aantrekken. Na de eerste werkgang met de roterag maken we van de gelegenheid gebruik om wat mest te gaan instrooien met het strooiwagentje. Dat mag heel oppervlakkig ingeëcht worden daarna. Het is zo dat ons gras wortelt in de bovenste 5 cm van de grond, dus die mest hoeft niet zo diep ingewerkt te zijn. Het zaaien doen we gewoon breedwerpig en best 2 keer haaks op elkaar. En tot slot drukken we het zaad in met de rol, meer moet dat niet zijn.